Voor het DVS TV weekjournaal, het eerste weekjournaal van 2017. Iedereen trouwens nog steeds de beste wensen, maar ja, misschien hebben we wel andere DVS TV kijkers voor het weekjournaal dan voor de trainersvisie. Vandaar. En ja, wat schetst mijn verbazing? Ik was op een receptie van een bijeenkomst van de Business Club. En daar hoorde ik het grote nieuws. Mark Bouwman, jij gaat stage lopen, maar misschien ook nog wel een plek afdwingen, proberen te dwingen in het eerste van DVS. Mark Bouwman, stel je eens even voor. Nou, ik ben Mark Bouwman, ben 19 jaar oud, ben centraal verdediger en ik kom uit Ermelo. En je hebt als eerste gespeeld bij? Ja, ik ben begonnen op FC Horst in de F'jes. Toen ben ik in de D, ben ik naar DVS gegaan, een jaartje. 6 jaar Vitesse, dan een jaartje belofte, Den Bosch, RKC. En toen een halfjaartje geen club, wat stages gelopen. Maar ja, toen heb ik even met de Geerling Hamstra in overleg, ben ik hier mee gaan trainen. Je hebt echt een beetje de Engelse manier van verdedigen. Daar ben je natuurlijk mee in contact geweest. En dat ga je proberen hier op deze grasmat te laten zien. Ja, dat ga ik proberen. Ja. Ik ga mijn best doen. En ik ga gewoon weer lekker plezier hebben op het veld. En weer lekker voetballen. Dat is waar ik gewoon het meeste zin in heb. Dus. Je hebt wel onderwijl hard doorgetraind. Onder andere samen met die oude trainer Harm Greving. Ja, klopt. Klopt. Hier op DVS hebben we gewoon elke week en 4-5 keer in de week hebben we gewoon doorgetraind. Dan zat ik in de sportschool. Maar het was niet ideaal. Maar ja, het is iets om je fit te houden. En ik ben fit. Dus we gaan hopelijk knallen in dit jaar. Ja. Ook wel eens met Gino Dekker erbij en Donny van der Beek? Of, Nee, alleen in de voorbereiding. Die zaten gewoon volgend seizoen. En, nee, dat is het doen we alleen in de voorbereiding. Hoe oud ben jij? 19. 19, heerlijk. Heerlijke jonge leeftijd. Wat is jouw sterke punt? Ik heb sowieso een lekkere inspelpaas, lang en kort. Sterk in de lucht, vooral verdedigend. En één op één moeilijk voorbij mij komen. Heb je nog een zwak puntje? Ja, natuurlijk. Iedereen heeft zwakke punten, maar die hoef ik hier niet zo bloot te legen, toch? Die mag je voor mij ook verbergen, hoor. En je moet ze zo min mogelijk laten zien, Mark. Ja, tuurlijk. En ik ga mijn best doen en we gaan er gewoon iets leuks van maken. Je hebt verleden week al meegetraind? Ja, ik ben gewoon 3 januari begonnen met de groep. En eigenlijk zouden we zaterdag een wedstrijd spelen. Maar helaas afgelast. Lekker niveau om mee te trainen. Kun je dat ook aan, dat niveau? Ja, ik kan het niveau zeker aan. En, het is een lekker niveau om gewoon weer lekker je ding te doen en me lekker te laten zien. Dus daar heb ik gewoon het meeste zin in. Ja. Vol vertrouwen en maak dat vertrouwen waar, Mark. Bedankt voor dit interview. Dankjewel. Oké. Naast mij voor hetzelfde DVS TV weekjournaal Basiel Camara. Gelukkig nog steeds DVS'er en volgend jaar en dat jaar erop ook nog Basiel. Zeer zeker, ja. Allereerst van harte gefeliciteerd daarmee. Dankjewel. Ja, daar ben ik ook blij mee. Fantastisch, mooi clubje DVS. Anders had ik niet bijgetekend, inderdaad. Precies, maar je was even in onderhandeling geweest, of in onderhandeling. Je had even wat contact gehad met Dovo, een of andere club uit Veenendaal. Ja, je moet altijd een beetje oriënteren, zo rechts en links. En op een gegeven moment in gesprek geraakt met hun. En hun hadden een positief plan. En daar een paar gesprekken over gevoerd. Maar ik was uiteraard hier ook nog in gesprek. Dus ik had nog helemaal geen keuze gemaakt. En ik zat lekker in Berlijn. En toen kreeg ik het nieuws dat ik de overstap had gemaakt. En toen las ik het ook. Maar ik was hier nog in gesprek. En dus heb ik het hier nog een laatste gesprek gehad. En het voelde gewoon goed. Het voelde nog steeds goed. Dus heb ik gewoon lekker 2 jaar bijgetekend. Ik heb nog even aan je gedacht toen je in Berlijn zat. Was dat ook op het moment van die aanslag daar? Wij zijn een half uurtje voor dat gebeurde zijn we weggegaan. Ja. We waren daar echt letterlijk. Daar op die plek, Basiel? Op dezelfde plek, ja. Echt een half uurtje. Basiel, daar moet je toch werkelijk niet aan denken. Ongelooflijk. Wat zijn voor gedachten komen er in je op, man? Wij zaten in de auto terug en iedereen had zijn telefoon uit. We waren in het buitenland en kwamen over de grens. Telefoons gingen aan. Ja, toen zag ik die paniek ineens bij moeders, vriendinnen en zo. Ja, en dan besef je pas van zo, stel je voor dat we daar nog een half uurtje langer waren rondgelopen. En dan? Ja, en dan. Oh, inderdaad. Nou, goed. Heel moeilijk om nog weer eventjes daarop terug te komen. Maar waar ontstond nou het misverstand?
Ja, ik ben misschien niet heel duidelijk genoeg geweest, blijkbaar, naar hun toe. Ik heb gewoon verteld dat ik nog in gesprek was met DVS. En ja, daar is blijkbaar niet echt goed gehoor aan gegeven. En hun dachten gewoon dat ik al over zee was. Maar dat was niet het geval. En ja, daar zijn hun dus de mist in gegaan door zoiets op het internet te zetten. En dan weet je hoe snel het gaat. Dan pik die het op. En ja, voor mijzelf ook heel vervelend, want het was totaal niet aan de orde. En ik speel hier met plezier. Dus ik vond het ook ja, niet netjes tegenover DVS, zeg maar, dat hun via internet moeten lezen dat ik dan zou vertrekken, terwijl dat niet aan de orde was. Dus, maar ja, gelukkig, mijn contact hier is goed, dus ik heb gelijk een appje naar Andries gestuurd. En die zei, kom dinsdag maar langs en dan praten we het allemaal even rustig uit. Hartstikke mooi. Je bent nu aan het tweede seizoen. Tweede seizoen van DVS. Dat betekent nog twee seizoenen erbij. Dat is vier seizoenen. Je bent nog nooit zo lang bij één en dezelfde club geweest. Dat wil wel wat zeggen, Basiel. Dat wil inderdaad wel wat zeggen. Ja, dat dacht ik wel. Ja, ik zeg toch ook, het is niet zomaar dat ik 2 jaar bijteken. Dus ik ben er heel blij mee en ik heb het goed naar mijn zin hier. Dus waarom zou ik jou... Jij gaat langzaam maar zeker het voortouw nemen samen met nog een paar andere routiniers bij het eerste. Ja, dat is uiteindelijk wel mijn doel, denk ik hier. Ja. Een heel goed tweede helft van het seizoen gewenst. Ja, 1 wedstrijd hebben we er al van gehad, hè, Volendam. Ja, voor de winterstop, ja, inderdaad. Heel veel succes, zaterdag FC Groningen. Een beetje beter beginnen dan de vorige wedstrijd, graag. Ik heb er alle vertrouwen in en dat gaat denk ik ook wel goed komen. Okay. Hartstikke veel succes. Bij DVS! Ja, dat sowieso. Oh,